Maar Zo is het ze. Maar hoe is dat jou. Ja toch? was we? Ja. Het is stevig, jongen. Ja, Ja, ja. ja, ja. Zit ja zeker, zeker. Kun je bent eigenlijk veel te doen. Hè? Uh, nou, dat is niet helemaal waar. Nee. maar dat is niet ja. helemaal ja. waar. Wat doe je dan? Nou? Wat doe je dan? Nou? Wij leren. Wij. Ik Vandaag zitten we weer op de prachtige locatie van uh, Erik Kuster hier in Huizen. Daar zijn we super dankbaar voor, jullie zien het. En we zitten vandaag te gast met Romano, Joel, Dennebo. Yes. We kennen je van um, oudspeler natuurlijk, van Heerenveen, Willem II, NEC, Twente, Sparta, Arminia, Arminia Bieleveld. En je hebt uh, ook één Interland gespeeld uh, voor Oranje. Uh, dit is eigenlijk hoe wij je kennen als, uh, als voetballer. Ja. Maar onze allereerste vraag is altijd: Wie ben jij als mens? Wat kenmerkt jou wacht, als wacht, mens? wacht, 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 wacht. Heb ik het niet goed gedaan? Nou, ah, wie ben jij? Laat, laat toch gewoon rustig beginnen. Hoe gaat het met je? Het ja, gaat goed. Ik, ik wil gelijk. wel gelijk even ergens op terugkomen. Hele goede intro. één kleine fout: uh, Nek bestaat niet, NEC. Ey. Wow, we beginnen gelijk. Oh, nee. Oké, okay. oh, nee. nee, is goed. We beginnen gelijk, met vuur. Nee, is goed. Eh, nek is hier en is deze hier. Nee? nee is zijn pijn niet meer. Nee nee. Word je nee. betaald hiervoor? ook? Saar. Nee, 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 maar dat, dat nee, is grappig. Ja, okay. nee, Maar goed, goede intro. Nee, het gaat. Uh... Ja, dankjewel, sowieso, voor de, voor de uitnodiging. Uh, gaat goed, gaat goed. En uh, ja, wie ben ik? Uh, ja, Romano Denneboom, uh, 41 jaar. Getrouwd, kinderen, uh, that's it. Nee, maar we kennen je natuurlijk alleen als, als voetballer en we zitten hier natuurlijk met uh, Building Bridges, waarin wij uh, erachter willen komen wat de mens achter de atleet is. Natuurlijk. Ja. Dus vandaar ook dat we altijd vragen: hoe gaat het met je? Hoe gaat het echt met je? Dat was onze eerste, ja. uh, eerste vraag waardoor dit concept zeg maar, is ontstaan. Dus dat vragen we altijd: hoe gaat het nou echt met je? Ja. En ja, de mensen die kijken, die ken je natuurlijk alleen maar als, als voetballer, maar we willen echt erachter komen wie ben jij nou als mens? Ja, uh, het is wel grappig, kijk, als je mij kent als voetballer en je gaat dingen lezen, weet je, dan ben ik af van terribele of was ik af van terribele moeilijke jongen. Uh, terwijl ik dat eigenlijk helemaal niet, niet ben, weet je, maar dat is het beeld wat mensen van mij, van mij hebben. Uh, terwijl ik eigenlijk ja, bij het voetbal gewoon een hele rustige uh, jongen ben. Uh, en daar heb ik natuurlijk wel zeg maar, altijd tegenaan gevochten uh, om die stempel weg te krijgen, maar uh, ja. dat, is, dat is bijna niet te doen. Weet je, totdat ik met mensen praat, ik heb het zo vaak gehoord van hey, zo, ik ben best wel een aardige, aardige gast. Dan denk ik oké, okay, ja, waarom niet dan? Weet ja. je wel? Maar dat is natuurlijk het beeld wat mensen van, uh, van mij hebben. Heb je een idee waar het beeld misschien vandaan kan komen? Of dat mensen zoiets hebben van oké, okay. Uh. Uh, ja Misschien toch ook uh, houding uh, op, op het voetbalveld. Interviews die ik, bepaalde interviews die ik heb gegeven, uh, die niet altijd uh, goed waren. Maar goed, dat zijn dan interviews die je leest, maar mensen weten dan niet wat daar aan vooraf is gegaan. Dus dan creëer je snel een beeld van oké. Okay, mm. zo, zo is hij waarschijnlijk. Ja, mm. dus, uh, in het begin vond ik dat wel lastig, maar ja, nu vind ik het eigenlijk wel leuk om daar juist uh, over te sparren met mensen van oké. Okay, hoe kom je erbij, weet je, om dat te zeggen van je bent best wel een aardige jongen. Ja, dat vind, ja. ik wel, vind ik wel interessant. Nou, en dan komt het ook vaak naar voren van nou goed, moeilijk of, of uh, het kwam te laat of uh, grote mond of uh, weet je, dat soort, uh, dat soort dingen. Dus uh, eigenlijk ben ik volgens mij wel relaxed gast. <laughs> Oké, okay, is goed om te horen. Ja. En, en, en dus het gaat nu goed, met je? Zit, ja. je, je, zit je er lekker in? Wat, wat ben je allemaal aan het doen nu? Heb je er zin in vandaag? In deze Jazeker, ja, ik vind het sowieso leuk om jullie, jullie te zien. Uh, wel vaker gevraagd ook voor podcast, niet helemaal mijn ding, maar uh, goed, ja, ik ken jullie goed. En, uh, ja, we hebben lang moeten, <laughs> moeten trekken, hè? Ja, ja, ja. ja. <laughs> nee, maar ik, ja, nogmaals, ik vind het leuk om, uh, om hier te zijn uh, ja, en met jullie uh, ja, dingen te delen. Oké. Okay. Thanks nice, man. Nice, nice. Yes. Um, voordat we beginnen, uh, even een, een dingetje. Jij zei over Edson: hij is een vriend van me geworden. In de kleekamer en op het veld nam hij een leidersrol op zich. Oké. Okay. <laughs> uh. <laughs> hij heeft een goed overzicht. Duelkracht ben ik het mee eens. Hij speelde wow, niet schoon, <laughs> <wow. laughs> <speelde niet> maar <laughs> voor Hoffenheim, Bayern, Celtic en in de WK-finale. Ik ben trots op hem. En binnenkort zoek ik hem op in de VS. Is dat al gebeurd of was het alleen maar. Nee, nee, nee. Nee, Het is, nee, nee, nee. is nog niet gebeurd. Het gaat wel gebeuren. En, ja, en eigenlijk wat, wat er staat, nou, daar sta ik nog steeds achter. Weet je, we hebben een paar jaar samen mogen spelen. Ik heb veel ja. jongens gezien. Uh, veel met Edson ook buiten het voetbal ook opgetrokken. Uh, ja, en, en heel veel gedeeld. Edson is, uh, ja, is echt strijder. Weet je wel, van op het veld ook, weet je van uh, gas geven. Ja. Ik was vaak ook wel wat, wat makkelijker, weet je wel, van om uh, een voorbeeld te geven. In NCD ging hij op woensdag, was vrijdag, ging hij naar Amsterdam. Ja. En woensdag was bij mij patatdag. Ja. Snap dus, 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 je? Dus die mag investeren, investeren. En daarna heeft hij wel hele grote stappen ook gemaakt en uh, ja, daar heb ik wel respect voor en dat vind ik mooi, weet je wel. Het is niet zo van had ik maar, weet je wel, want ik weet wat hij ervoor heeft gedaan. Ja. En die stappen komen niet zomaar. En uh, dat vind ik, vind ik, uh, vind ik tof. Nice. Ga door man, ga door man. Ga door. Ja. Eén dikke veer. Nee, 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 maar ja, dit, is, nee, nee, nee. Het is, dit is Ik wat ben is. het met je eens. Ja, is wat het is. Ik ben het met je, ja. ik ben met je eens. Ja. Um, wat we altijd doen met iedere gast die hier komt, is voordat we echt aan, aan het echte gesprek beginnen, dan uh, hebben we zeg maar tien vragen voor de gast. Uh, en die tien vragen moet je snel moet je beantwoorden. Het heet Knowing Me. Uh, het zijn leuke vragen. Ja, ja. dus onder druk presteren, ja, kijk, Dat kan jij wel uh, goed. Uh, Vind ik het lastig. Ja, maar uh, we gaan het <laughs> zien. We gaan het even rustig. Ja, ja. uh, Oké, okay. dus tien vragen, snel beantwoorden. Uh, ik begin. Wat zou je zijn geworden als je geen voetballer was? Geen idee. Nee, kom op, even, even goed antwoorden. Kom ja, dat is, dat is het antwoord. Geen idee. Ja, ik, ik zou het echt niet weten. Er zijn niet uh, heel veel dingen. Ja, want ik ga dan ook weer terug. Weet ja. je, van oké, okay, vanaf mijn vijftiende ben ik echt gaan voetballen. Dus ik deed koksopleiding, dus waarschijnlijk iets, iets daarin. Maar ja, vond Kijk. ik dat echt leuk. Geen idee, man. Kook je okay. nu nog? Nee. Oké. Okay. Nee. <laughs> dat, nee. dat zou dus niet nee, zijn geweest. Daarom zeg ik, geen idee. Nee. <laughs> oké, okay. okay, we gaan door. Vraag twee: uh, Wat heeft bekendheid je gebracht? Uh, onzekerheid. Ding ding. We gaan deze bepaalde antwoorden gauw ja. nog even parkeren. Dan komen ja. we daar zo op terug. Ja. Dit zijn snelle vragen. Maar ik, ik vind het wel. Uh, ik vind het kwetsbaar dat je dat nu al zegt van onzekerheid. Vind ik mooi om te horen. Ja. Interessant. Ja. Yes. Um, wie heb je onder sneltoets staan in je telefoon? Mijn vrouw. Okay. Met wie had, had je het laatste echte diepe gesprek? Mijn vrouw. Als je een jaar lang op sabbatical zou, zou kunnen gaan, wat zou je dan gaan doen? Uh, Ibiza. Ja, <laughs> Ibiza, leuke dingen doen en uh, genieten van het leven. Wat is je slechtste eigenschap? Uh, verliezen. Ja, ik wil gewoon, gewoon binnen, man. Maar ik merk gewoon, dus echt met kleine spelletjes gewoon met mijn zoon ook. Van, uh, ik, laatst heb ik gewoon getrapt. Nee. Ja, ja, ja. Wie heb je getrapt? Ik heb mijn zoon geschopt. Weet je uh, met Playstation. Ja, ja, ik heb excuses aangeboden. Maar is zo man. Ja. Ben je dit serieus? Ja, maar. maar gewoon op een goede manier, gewoon even go uh, of gewoon even een goede low kick. Volliedje, ja. ja. ja, ja. En, maar was het, was, het, was het van we spelen Playstation, ik verlies en hij is klaar, of was het <laughs> hij je verliest en hij begon een beetje praten? Ja, ja, dat. Ja, ja, dat, ja. Dat, dat, ja man. Ja. Dus zeg maar verliezen, oké okay, is niet tof, maar dan door, door, door <laughs> en dan uh, ja. En, ja. Kortsluiting? Ja, kortsluiting. Ja, ja, gaan we ook zo over. Ja, maar... Kortsluiting. Oké. Okay. <laughs> uhm, van wie had je vroeger een poster? Hey, Patrick Kluivert. <clears throat> Waar ben jij het meest dankbaar voor? Mijn gezin. Oké. Okay. Oh, Wat was de laatste keer dat je echt zenuwachtig was? Zo. <laughs> so. Lastig man. Geen idee eigenlijk man. Ben ik zenuwachtig of was Ja, hier zo. <laughs> ja, ja, camera's, het is heel gek. Weet je, volgens Stadion gespeeld, maar camera's en dingetjes of uh, presentaties, lastig man. Heb ja. ik altijd bepaalde spanning. Ja. En als ik er ben, dan gaat het wel. Weet ja. je, maar die weg ernaartoe, daarom heb ik ook alles uh, afgekapt met podcast en dat soort uh, dingen. Ja. Bepaalde Want, spanning. Was dat dan dezelfde? Je zegt net op het veld, was het dan anders, maar als je hier zo staat, voel je dan hetzelfde? Van, wat was die, hoe, omschrijf even die, die, die spanning van je, wat je uh, dan voelt. Nou, het is wel anders dan hier. Dit is gewoon, gewoon kletsen, tuurlijk. Weet je, maar ja. uh, echt mo moeten presteren, uh, dat, dat vond ik lastig. Mm -hmm. Dat vond ik lastig. Oké. Okay. Laatste vraag, man. Wat is ja. de meest waardevolle les die je hebt geleerd? Uh, dicht bij jezelf blijven. Uh, de juiste mensen om je in zin te creëren die echt van je houden. Goed hè? I like that, I like that. Ja man. Oké, ja, dit waren de, die, die tien vragen. Je hebt, je hebt, je hebt al super veel uh, interessante antwoorden gegeven waar we zometeen nog ja. op, op terugkomen. Vooral dat stukje onzekerheid door bekendheid natuurlijk. En dat slaat ook weer een, een bruggetje naar uh, onze volgende vraag. Um, <coughs> de hoogtepunten in jouw carrière, wat wij van je weten zijn... De, je hebt natuurlijk Champions League gespeeld met Heerenveen. Eén uh, interland. Uh, ja. Tegen Liechtenstein, Marco van Basten. Je hebt gespeeld met uh, ja, de grootste spelers van de SAR, uh, Davids. Wie zat er toen nog meer in? Ja, Makai, uh, jongens zoals uh, Van der Vaart, Snijden, oh, uh, die, ja. die, die, die jongens. Ja. Ja. Je, je, je had het net over, over zenuwen. Wat, wat, um, hoe, hoe voel je dan, zeg maar, als je dan als je in zo'n kleedkamer zit met allemaal sterren? Wat, wat doet dat met je? Uh, ja, wat doet dat met je? Ja, weet je, van, uh, als jongetje droom je natuurlijk om het hoogst haalbare als, als voetballer dan. En mm -hmm. uh, nou goed, dan, uh, het was een trainingsweek en uh, sommige jongens kenden je wel vanuit, uh, vanuit de, de jeugdselecties. Mm -hmm. uh, dus uh, dat, dat, ja, die jongens ken je. Ook van tegengespeeld. Maar goed, als je dan echt gaat nadenken van hey, het is een Nederlands elftal en uh, ja, wel kicken natuurlijk. Alleen mm -hmm. wel een bepaalde druk van oké, okay, ik moet nu wel even, even laten zien. Dus je gaat wel anders bewegen. Uh, kijk, bij, bij je club zeg maar, kom je in de kleedkamer. Heb je een bepaalde uh, status, om het zo maar te zeggen. Ja. En daar, nog uh, <laughs> wel even uh, tranquilo doen. Zeg maar, weet je. En uh, ja, toch, toch, toch uh, anders voetballen, man. Ja. En, en voel je dat dan ook? Heeft dat, wat je zei ook, van. Um, het was niet zo'n eerste, zo'n beste Interland? Nee. En komt dat door. Door de, door de druk die je dan voelt, of? Uh, nou ja, goed, de ene wedstrijd speelde natuurlijk ook beter dan de andere wedstrijd. Nou, deze, deze wedstrijd, ja. Uh, dat was gewoon een moment. Nou, ik speel, speelde gewoon niet goed, weet je. En ik had een helft, uh, ja. dat wist ik ook van tevoren, dus... Uh, ja, ik speelde gewoon niet goed. Weet je, waardoor het ook heel terecht was, zeg maar, dat ik de volgende interland uh, er niet, niet meer bij was. Omdat het, ja, waren zoveel, zoveel spelers en... Mm. Uh, van tevoren natuurlijk uh, was het al belachelijk dat ik erbij was. Nou, dat krijg je ook allemaal mee. Hoezo? Vanuit uh, bepaalde tv-programma's of weet ik veel wat. Dus dat zijn dingen die je meekrijgt. Tenminste, ik nam dat mee richting uh, mm. een wedstrijd, zeg maar, de bepaalde druk weer. Ja. Yeah. Uh, maar ja, goed. Weet je, dat, dat, uh, ik nam dat mee, zeg maar, in de wedstrijd waardoor ik ook niet, uh, gewoon niet goed speelde. Heb jij je. Uh, <coughs> um. Een vraag, gewoon, uh, ja. ik, ik, hoor het, ik hoor je praten, um, bij Nederlands elftal hè, dat je zegt je komt bij je club, je club kent mm. je, op een bepaalde status en dan kom je bij het Nederlands elftal en dan speel je met, uh, uh, kom je in een team met, met grote namen. Ja. Hoe moeilijk was het om jezelf nog te zijn? Uh. Want ik, ik heb het gevoel dat je niet daar echt jezelf kan zijn dan. Je komt in een andere omgeving, moet je toch weer aanpassen. Um. Ja, ik was mezelf wel. Alleen, zeg maar, um, toen de tijd speelde ik bij NEC. Weet je, van ja. dan, dan weet je gewoon, oké. Okay, nee, uh, uh, <laughs> ja, nee, Als als ik uh, ik noem twee, twee, twee dagen niet zou trainen, weet ik toch dat ik zou spelen. Ja, weet je wel? Dus. Uh, en daar um, ja. moet je weer opnieuw bewijzen. Het is ja, een ja, okay ja, ja, ja. Buit, buiten het voetbal, zeg maar, in het hotel en alles, weet je, gewoon helemaal prima. Maar op het veld, ja, weet je, dan ga je toch iets, iets minder de bal. Vragen. Weet je, van, je, 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 ik zei voor oh. mezelf, ja, gewoon, ja. oh, dat is wie ik ben, weet je, ik zei voor mezelf heel snel al weg. Nou ja, goed, en, en ja, weet je, t, uh, dat nam ik gewoon helemaal mee in die hele, hele week. Is dat dan ook de reden geweest dat je dan een mindere wedstrijd, want we hebben dat allemaal. Uh, ik, ik, ja, misschien, de vraag misschien wel. is dan wel van, wat kan het dan liggen dat je een mindere wedstrijd hebt gespeeld? Je kent me, ik, ik hou een beetje van analyseren, ja, ja. toch? Dus, uh, en doe je jezelf daarmee dan tekort? Uh, misschien achteraf wel, weet je wel. Van uh, Kijk, eigenlijk moet je gewoon, gewoon de schofje zijn, hè, hier zo bal spelen en weet je wel. Van, maar uh, ja, 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 verstoppen niet, weet je dat niet. Alleen uh, misschien toch wel onder de indruk van het hele gebeuren. gebeuren ja. En zeg maar, hetgeen wat je, wat je van buitenaf meekreeg, uh, dat, is dat altijd al zo geweest dat je kritiek zeg maar, echt persoonlijk nam? Uh, ja, Want... zeker, zeker. Ja, ja. Dat, uh, dat is wie ik ben en dat is nog steeds wel zo. Weet je, van kijk, uh, niet iedereen hoeft je vriend te zijn. En... Maar goed, als iemand kritiek heeft, vind ik dat heel lastig. Ja. Uh, om ermee om te gaan. Waarom? Weet je, ik vind alles uh, en iedereen het allerbeste. Mm. En ik vraag me dan heel vaak af: waarom doen mm. mensen dit? Waarom zijn mensen zo? Yeah. Ja, dat verander je niet. Maar dat, uh, dat, is, dat is wel wat ik me gewoon, uh, gewoon afvraag. Is, is zonde hè, dat, dat, zeg maar, dat hetgeen van de buitenwereld dat effect heeft op jou als persoon van binnen? Ja. Want had jij, had jij er last van? Ja. Um... Je mag ons ook vragen stellen. <laughs> Dat zei ik ja, zei ja, ja, net, wat maar, ik ben... Ja. Er zijn nog geen vragen, man. <laughs> nee, de, de reden waarom ik vraag bij het Nederlands Elftal. Um, waarom, ik, waarom ik ook zeg maar het punt aanhaal van jezelf zijn. He, wat je zegt, buiten het veld, in, de, in het hotel en, de, en dan, 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 uh -huh. dan ben je zelf en dan ben je wie je bent. Um, maar dat zou je ook eigenlijk op het veld moeten zijn. Ja, zeker. Snap je? En zeker. voor mij, als je mij vraagt, ik, had, ik heb daar ook wel last van gehad. Uh, um, sowieso bij het Nederlands elftal, wat ik zeg, nieuwe omgeving. Je leert de jongens weer kennen, een beetje de kat uit de boom kijken. En kijken, ja, wie zijn de mannetjes en, en, en de grote mannen. De mensen die elkaar moeten trekken, de spelers die elkaar moeten trekken. Um, en dan, ja, dan cijfer je jezelf toch altijd een beetje weg, terwijl op het veld ja, gewoon de kwaliteit ja. uh, uh, moet gaan spreken. Hmm. Maar dat was bij mij dus ook altijd een beetje van ja. Hmm. Maar, maar puur zeg maar vanuit, vanuit kritiek van, van buitenaf. <kliek> Want je zei net van je, je, je trekt dat heel erg op jezelf. Als ik dan naar mezelf kijk. Ik deed dat alleen als ik in Nederland voetbalde. Want toen ik naar het buitenland ging, ik, ik keek geen nieuws, ik las geen kranten, ja. weet je wel. Dus daar kon ik me heel goed van uh, afzijden houden. Mm. Maar hier in Nederland ja, maak je natuurlijk alles mee, social media nu, wat echt een grote uh, rol speelt nu. Mm. Dus ja, hoe jij dat zo zegt. Had je toen al te maken met social media? van nee, hè? Nee. Nog niet echt, hè? MSN. <laughs> Nee, nee, nee. 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 Nou, toen was het meer gewoon uh, het loopje, zeg maar, uh, van het stadion naar je auto. Ja. Dus dat het, was ja. Dat zo ver. Kijk, en als je een lekkere wedstrijd hebt gespeeld, weet je, van, uh, dan is het ook dit, en... En ook al had ik een goede wedstrijd, vond, vond ik dat ook al lastig, weet je wel. Van, ja. uh, dan heb je datzelfde loopje, weet je, maar allemaal... Uh, ja, nee joh. Weet je, dus, dus dat is, uh, ook als je goed hebt gespeeld, maar ook als, als je slecht hebt gespeeld, dat je allemaal naar je hoofd krijgt en je loopt gewoon met die kinderen. Ik kan me dat niet... Uh, Stellen, maar het ja. gebeurt. Joh. De frustratie ook van mensen, geen idee. Uh, uh, en als voetballer, weet je, mensen hebben het idee dat ze alles over je mogen zeggen. Ja. En uh, ja, dat is jammer man. Wat mensen over je zeggen en, en, en wat mensen van je vinden, ben je daar nog steeds gevoelig voor? Nou ja, nu, je, je eet, nu, hoe lang ben je nu gestopt? Ja, ik moet zeggen, weet je, ik ben al zo lang gestopt, zo'n 13 jaar, 12, 13 jaar of zo. Ben je ja. zo lang al gestopt? Ja. Huh? Nee toch? Jawel, natuurlijk wel. Ja, uh, Bieleveld, uh, 30 of zo, so. 41. Oef. Ja man. <laughs> ja, nee. ja ik, ik zie het wel nog steeds. Ja, Dat nee, ik wou ik net zeggen, <laughs> <laughs> geef me even, <laughs> even me ja, me ja, een complimentje, geef me even een complimentje. 41, nee. Romano. Ja, ja, ja man. nee hoor, oh, maar uh, ja, nu is het natuurlijk is het veel minder in de spotlight, uh, maar... Uh, Voel je je daar prettiger bij? Ja man. Ja? Eerlijk man. Ja. Dus, dus... Was dit, zeg maar, het stoppen voor jou, was dat een opluchting? Ja. Nou, kijk, het, het voetbal um, ja, is een groot deel van mijn leven geweest. En nog steeds. Mm. Maar uh, ik vind het leuk om te voetballen. Uh, maar ik vind het ook leuk om jongens gewoon, gewoon privé te zien. Of, of een padeltoernooi wat we vorige week hadden. Yeah. Of, of uh, met de FC Rebellen, uh, waar ik mee voetbal, word weer ingehuurd om uh, opening van het complex 70 jarig bestaan. Yeah. Dat vind ik leuk, het spelletje. Dat. Maar. Alles als, als, je, als ik die film helemaal opnieuw zou mogen afspelen, dan zou ik lekker naar school gaan zou ik uh, niet voetballen. Echt? Maar. Nee man. Echt? Meestal zou ik geen uh, profvoetballer willen worden man. En dat bedoel ik ook mee van, um, tuurlijk weet je, ik heb uh, in mooie stadions gevoetbald, ik heb hele leuke dingen uh, meegemaakt. Mm -hmm. Op een gegeven moment ben ik ook shirtjes gaan sparen, weet je, af en toe kijk ik <laughs> naar die tassen met mijn zoon, denk ik mm -hmm. zo, okay. Pff, toch wel goed gedaan. Yeah. Alleen, uh, uh, je moet verhuizen. Dus, nou, goed, ik pak mijn spullen en dan uh, zit ik in één keer van Rotterdam, zit ik in één keer in Enschede, ik noem maar wat. Nou, kinderen moeten van school, uh, vriendjes, vriendinnetjes. Uh, mensen vergeten dat. Weet je, van ik zit in het hotel, ik heb alleen een ander tenuutje aan. Maar er komt heel veel bij kijken. Mm -hmm. en als ze naar mijn kids kijken, hebben ze er ook last van gehad. Man. Weet je, van elke keer verhuizen, niet echt kunnen hechten, Dus uh, is eigenlijk heel graag stabiliteit man. Gewoon, uh, ja, ik, 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 nee, ik zou niet nog het voetbal wel, maar mm. nee, man, ik zou dan echt voor iets anders kiezen. Je hebt natuurlijk uh, 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 meerdere clubs gehad, je hebt goede periodes gehad, um, goede trainers ook gehad. Maar waar voelde je? Wat was, wat was de periode dat je het fijnst voelt? Wat, 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 wat zeg maar het perfecte plaatje, waardoor je echt kon vlammen? Wat was, hoe zag die periode eruit voor jou? Ja, dus, uh, periode NEC gewoon uh, niet de grote club, weet je van, uh, ik speelde, mm -hmm. uh, ja goede band ook met, met de trainer uh, toen. Mm -hmm. uh, ik woonde lekker in Rotterdam, weet je, uh, waar ik me thuis voelde. Dus eigenlijk is het inderdaad, weet je, waar ik zit even te denken, want yeah. uh, Heerenveen heb ik ook een hele mooie periode gehad, weet je van, ik speelde daar in de jeugd, ging op mijn fiets naar het stadion, uh, dat. Uh, maar elke club heeft wel wel iets, weet je van, in het begin bij Twente onder Fred Rutte. Ja, voelde ik me echt, echt fijn. Ik merkte gewoon, hey, los, Waarom? Op, los, los van het voetbal, was het echt een trainer die echt vroeg: hoe is het met je, man? Weet hmm. je, van, uh, ik zal het nooit vergeten: uh, we, moesten, we trainen in Hengelo. Uh, trap op en dan moest je, zeg maar, had je de ontbijtruimte. Trainers hadden rechts, wij links. Hmm. Ja, ik voelde me niet goed. Ik zei: Goedemorgen, hey, helemaal aan terugkomen. Ik zeg Ik zie het al aan je. Hij zegt: Ik verwacht niks van je. Lekker trainen en niet naar huis, man. Ik ging nadenken, zei: hoe kan deze man dat zien? Dus blijkbaar straalde ik iets uit dat ik me niet goed voelde. Ja. En die training ging ik als een speelman. Dus omdat ik wist van, hé, deze man ziet het, uh, hij verwacht niks van me. Dan ga ik rennen voor, voor, voor hem ook, weet je ja. wel. Dus, dus uh, ja, Fred Rutte is een uh, ja, hele belangrijke uh, trainer voor mij geweest. Ja, niet alleen voor jou hoor. Dat weet ik. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Voor heel veel uh, jongens, ja. Voor heel, heel veel, veel spelers. Ja, ja heel veel denk, spelers. Ik denk dat... Uh, Fred Rutte daar wel, wel een bepaald gevoel voor had. Zeker. Ja. En uh, uh, zich daar ook mee bezig hield. Ja. Om op zo'n manier de triggers uit de jongens te halen. Ja. Van, om, om toch nog, ondanks het niet goed gaat of je niet lekker in je vel zit, te presteren. En als ja. je zegt, dan ga je ook harder rennen voor een, uh, ja. een trainer. Ja, maar wat, wat ik mooi vond aan Fred Rutte is van: uh, kijk, tegen mij moet je niet schreeuwen. Want dan kan je me net zo goed uh, wisselen of gelijk naar huis sturen. Maar er waren wel jongens die dat uh, makkelijk ja die had het nodig weet je van nee hey, zo goed ben je niet geloof heb... ja. nee weet je wel, van dus hij, hij had met heel veel jongens te maken ja. en uh, dat kon hij perfect ja hij wist precies hoe die tegen die ja, moest ja, ja, praten dat, dat is zo. knap man ja dat had hij heel goed van ik. Nee. Oh, ja. <laughs> welkom Marco eigenlijk dat een, een autofiets sorry sorry we kennen, we kennen elkaar al, uh, al behoorlijk wat jaren en uh, we hebben ook een, een Goede band ja. gebouwd En uh, altijd een bepaald gevoel gehad uh, naar elkaar toe. Maar als ik je zo hoor praten, ben ik benieuwd van <coughs> de bekendheid, wat je zegt, hè, wat heeft bekendheid mm -hmm. je gebracht? Uh, onzekerheid. Neem, neem ons daarin mee. <laughs> ja, nee, dat is, is voor, voor, voor mij heel uh, eenvoudig eigenlijk. Weet je, van, uh, ik ben, ben een grote jongen. Weet je, van, uh, toen ik uh, 14, 15 was, zag ik overdreven gezegd zo uit. Uh, en, en niemand die mij zag staan, weet je, en uh, op een gegeven moment ging ik voetballen, nou dat ging best wel dan uh, goed. Mm -hmm. Weet je, en toen ging ik naar Heerenveen, nou best wel snel contract, en uh, ik was 17, maakte ik een debuut. En in één keer uh, mensen die mij nooit zagen staan, ook in Rotterdam, uh, iedereen moest wat van je denken, hé, hey, zo, in één keer was mijn wereld heel anders. Weet je, dus maar ik ben dezelfde persoon, alleen uh, op zaterdag of zondag uh, zag ze me wel eens op studio Sport of zo. Weet je, dus de, de, dat vond ik heel lastig. En dat is eigenlijk altijd, uh, altijd zo gebleven, weet je, van oké, okay, gaat het nou echt om, om het voetbal? Hmm. Uh, of, of vind je me nou echt wel, ben je echt geïnteresseerd in mij? Nou, uiteindelijk was het natuurlijk gewoon uh, om het stukje voetbal. En shirtjes en kaartjes en ik had het idee dat ik iedereen moest pleasen. Van, van elke club waar ik nu op, waar ik heb gespeeld, heb ik één shirtje. Terwijl, dat weten jullie ook, weet je, van het einde van het seizoen. Je krijgt allemaal, ja. allemaal weggeven wie iets, iemand uh, die iets aan mij vroeg, moest ik maar... Uh, uh, tevreden houden zeg maar, want er werd iets gevraagd aan mij. Ja. Maar waar komt dat vandaan? Ik vind het leuk om mensen blij te maken. Oké. Okay. Ja, dus dat, dat deed ik ook met heel veel plezier. Maar onderweg zie je dan uh, ja dat dat heel veel mensen uh, heel iets anders ook achter zaten. En die onzekerheid dan? Ja, nou ja, precies. Wat ik zeg, weet je, van, uh, stel dat het hele voetbal nou, nou weg zou zijn. Ja. Weet je, van ben je dan, ben, ga je me nog steeds bellen van hey, hoe is het met je? En, uh, dus dat, dat ja, geeft mij, gaf mij een bepaalde onzekerheid van, is het nou echt puur dat voetbal wat nou interessant is? Willen ze daarom met me omgaan? Dus ja, daar ga, ging ik heel veel over nadenken. Mag ik, mag ik, mag ik? Graag. Ja, oké. Okay. Um, wat je dan zegt, toch? Um. Dat, dat, dat doet wat met je. Je bent een goed persoon. Je, hebt, je, hè? je bent een lieve, een lieve grote knuffelbeer. <laughs> um, en, dat, en dat verwacht je dan ook van mensen. En wanneer je dat dan niet krijgt, dan vraag je af waar het vandaan komt, omdat jij dus zo bent. Ja. Um, hoe ga je daar nu mee om? Want dat is iets wat eigenlijk gedurende je carrière um, is gekomen, je bent nu al al een Elf jaar klaar. Um, hoe ga je daar nu mee om? Niet financieel trouwens. Klaar? Nee, zeg. Of klaar met voetbal? Klaar met voetbal? Oh, oh oké. Okay. Ja, okay. ja, ja. Nee. <laughs> nee, daar komen we straks op. Nee, nee. Ja, hoe ga ik er nu mee om? Ja, goede vraag eigenlijk. Uh, ik merk dat, uh, dat dat nog steeds zo is, man. Ja. Weet je, dat, uh, dat um, als iemand mij niet leuk vindt, uh, dat, wat, is het, wat is het ergste wat kan gebeuren als iemand jou niet leuk vindt? Ja, wat is het ergste wat kan gebeuren? Ja, geen idee. Dat, dat met mensen uh, dingen over je gaan zeggen die niet kloppen of. Uh. Maar aan de andere kant, ik, ik heb het vaak ook uh, uh, ja, met jou ook of, of thuis met mijn broer weet je van, ja, wat heb je met die mensen eigenlijk? Alleen ja, ik wil heel graag dat iedereen wel gewoon mijn leuke jongen vindt, maar dat gaat niet. Ja. Dus, dus kijk, voor mij is het belangrijkste: uh, dat was ik vond net ook uh, in een van die vragen, weet je, voor mij is het belangrijkste: is, uh, uh, gewoon mijn kringetje nu, man. En dat zit, ik hoef echt niet uh, meer mensen erbij te hebben. Het is goed zo, man. Mm. Klinkt misschien heel overdreven wat ik zeg. Nee, als, uh, nee, maar... maar goed, waarom is dat overdreven? Ja, weet dit ik niet, is tenminste. wat jij nodig hebt. dus. Ja, zeker, zeker. Okay, en en dit, is, dit is voor ons allemaal, denk ik, wel een, een proces, want ook ik kan me daarin heel goed vinden. Ja. Um, en we hebben vaak dit soort gesprekken gehad, inderdaad. Um, en dan kom ik weer van ja, ik, ik, ik moet eerst doen wat goed is voor mij. Ja. Snap je? En um, als ik... Nu leer ik daarmee omgaan, na mijn carrière, mm. um, na mijn voetbalcarrière, leer ik ermee omgaan van hé, hey, wat anderen van mij vinden, dat is oké. Okay. Ja, dat is prima. Als je me mag, mag je me. Als je me niet mag, mag je me niet. Uh, zolang ik weet wie ik ben. Ja, dat klopt. Maar, maar zeg maar, uh, onze Twente-periode. Ja. Uh, had jij bijvoorbeeld, nou, Edson, grappig, je kent hem, lachen. Maar je had wel een bepaalde, dit man. Dat had jij altijd. Weet je, van bij mij, zeg maar, gingen mensen zeg maar, over het grensje. En bij jou was het van, hé, hey, maar dit moet ik beter niet aan Edson vragen, man. Weet je, van je had wel een bepaalde afstand, toen, toen de tijd al, vond ik. Um. Ja, ja ik, ik, ik hoor je. Maar zal ik je vertellen dat ondanks dat, dat ik toch nog een bepaalde onzekerheid ook had? Nee, kijk, ja, vast wel. Kijk, tuurlijk, bepaalde dingen, ja, als dat besproken wordt uh, of aan mij gezegd wordt en het bevalt me niet, dan heb ik al heel snel een gezichtsuitdrukking dat nee. mensen zoiets van, ja. oh ja, misschien moet ik dat, ja. had ik dat niet ja, moeten ja, ja. zeggen. Ja. Um, en dat klopt, als, ik, als we aan tafel zaten bij RC20 mm. uh, tijdens lunch, dan. Uh, werd er wel eens wat gezegd of geroepen en dan kan ik me herinneren dat jij het altijd wel <laughs> weglacht, maar dat deed wel wat. Tuurlijk, tuurlijk, ja. Ja, zeker. Ik ja. heb nog steeds, ja, ja uh, nee, recent eigenlijk nog dat uh, dat ik eigenlijk mijn grens moet aangeven, ja. of dat ik het wel doe. Nogmaals, ik, 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 her, ik herhaal het. We kennen elkaar, we hebben vaak gesproken. Um, confrontaties uit de weg gaan. Ja. Um, dat merkte ik. Dat, dat een patroon voor: hé, hey, oh, ik voel me niet lekker. Ik lach het weg of ik laat het voor wat het is. In plaats van aangeven van: hé, hey, Johnny, uh, ik, ik vind het niet zo leuk, man, dat je die vraag stelt. Of, uh... Ja, dat snap ik. Uh, maar kijk, dat, dat is dus ook uh, uh, ja, je persoonlijkheid, zeg maar, uh, die je hebt. Weet je, van: ik, ik ben dan iemand, uh, ik kan wel praten, weet je, maar ik word dan heel snel emotioneel. En als mensen goed kunnen praten, weet je, dan. Hmm. Uh, dan ben ik al weg voor mijn gevoel, zeg maar, snap je? Ja. Uh, terwijl ik weet wat ik dan heb gedaan, uh, dat dat correct is. En dat is dan onrecht. Ja, en en dat, dat vind ik heel lastig. Ja. Het bruggetje dat we willen slaan is: uh, bij Sparta werd je dan uit de, uit de selectie ja. gezet. Ja. Kan je dat nog herinneren? Het is al zo lang. Uh, ja, dat kan <laughs> ik me wel herinneren. Toen, <laughs> ja. Toevallig mijn uh, neefje, die speelt nu in uh, jong. Ja. En. Uh, en die wordt er nog gecon mee geconfronteerd. Ja, want uh, het is al zo lang geleden, maar uh, hun nemen dat als voorbeeld uh, voor de jeugdopleiding uh, mediatraining, dat dat niet goed is. Want, maar dat zeg ik, het is een heel, <coughs> heel ding is aan vooraf gegaan. Ja. En als je het interview ziet, dan denk je, hey, wacht even, wat is dit voor een rare gast joh. Ja. Maar men weet het verhaal erachter totaal gewoon niet. Want, want neem ons even mee wat er toen is gebeurd, want jij... Zegt dan dat het niet terecht was? Was dat zo? Nou, kijk, ik, ik, uh, ik werd gehuurd van Twente. Yeah. En uh, Frans Adelaar, dat was die trainer, die wist niet eens dat ik kwam. Snap je? Dus, die, die, oh. dus ik, ik had het zo vanzelf geregeld met mensen van bovenaf. Yeah. Nou goed, uh, Frans Adelaar dacht dat ik maar een beetje de grote jongen met een uh, behoorlijk contract uh, daar de grote jongen wilde spelen. Mm -hmm. Totaal niet. Dus ik ben, ben gesprek aangaan met die trainer om uit te leggen wie ik ben. Hij wilde niks van weten. Oké, okay, nou tweede wedstrijd uh, in de in rust gewisseld, was heel raar, weet je, vond ik, vond ik raar. Oké, trainen bepaald, maar heel raar. Mm -hmm. Nou, en op een gegeven moment uh, probeerde ik nog een keer gesprek met die trainer aan te gaan en dat uh, was onmogelijk. Nou, en uh, op, op een gegeven moment wilde ze gewoon echt, of uh, hij wilde van me af uh, terugsturen naar Twente. Maar ja, goed, ik, ik had gewoon een contract. Nou, dus heb ik een tijdje zelfs uh, thuis, thuis gezeten. Mm -hmm. Nou, meetrainen, uh, en dat vind ik ook toen de tijd die, die Mediaman van, van, van Sparta heeft het ook niet goed gedaan. Mm -hmm. Hij zegt ja, ze willen interview met mij. Ik zeg, hey, laat mij gewoon naar huis gaan. Ik, bescherm me gewoon, ik wil met niemand praten. Nou goed, ik moest daar langs om, om naar mijn auto te gaan, en boom. Nou, en toen heb ik dat interview gegeven. Maar als je, als je eigenlijk echt gaat kijken, heb ik niet eens iets raars gezegd. Wat, Alleen, wat, wat is er nou precies gezegd hoor? Kan je dat nog herinneren? Nou, of, of mijn houding, of ik, of ik dat uh, moest veranderen, uh, of ik nog uh, met die trainen door één deur kon. Ja, ik heb getraind. Weet mm -hmm. Dus ja, ik kan met trainen van door één deur. Nou, mm -hmm. je, heel kort af, ik zeg niet dat het beste interview is, weet je, maar eigenlijk heb ik niks raars gezegd. Yeah. Alleen ze hadden me dat interview niet moeten geven. Nou, goed. Dus. Ja. En daarna was het ook redelijk snel ook gewoon, nog, gewoon klaar. Maar waarom geven ze dat als, als, als voorbeeld dan? Ja, dat zou je nu moeten vragen, man. Ik denk dat ze het niet uh, uh, heel, goed, uh, heel goed vonden. Mm -hmm. of, of als voorbeeld voor de jeugd, oké, okay, zo is het, uh, zo moet je het dus niet doen. Nou, en wat de reden daarvan is, heb uh, geen idee. Mm -hmm. Ja, nou goed. Ik, 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 <coughs> ik, kijk, vooral, ik kijk vooral nu, in, in waar ik nu sta in het leven, um, kijk ik vooral van, oh, wat had ik beter kunnen doen? Snap je? Naar mezelf en, en de verantwoordelijkheid, vooral bij mezelf. Uh, leggen en um, voor jou diezelfde vraag, wat, wat had jij beter kunnen doen als je daarop terugkijkt en gewoon puur dus niet naar, ja, je bent misschien in een bepaalde situatie, ben je terechtgekomen, wat je zegt, trainer wist er niet eens vanaf, die had al een bepaald beeld van mij. Ik kom daar om te um, voor te stellen, mm -hmm. hè? Dat, die, dat die weet wie ik ben, wie Romano is. En dat, dat daar op een gegeven moment nog steeds niet... Hè, dan, dan klikt het niet. Maar je bent professioneel. Je mm. bent de prof. Hè, dus hoe ga, ik daarmee, uh, uh, hoe ga ik daarmee om? En hoe kan ik nog steeds mijn weg in vinden om nog steeds te presteren... Uh, op momenten dat ik, dat, daar van mij, dat van mij verwacht wordt? Dus daarin... En daar heb ik tal van fouten in gemaakt. Ook bij mij waar ik emotioneel word. Mm en bepaalde dingen persoonlijk nemen. Ja. Snap je? Daar hebben we kort nog een uh, gesprek over gehad. Over het, vooral over het persoonlijk nemen... En, en de trots en de ego die ik eigenlijk altijd gehad heb. Mm -hmm. um, en op basis daarvan dan keuzes gemaakt heb... dat ik dacht... Ah, tf, was ik daar maar misschien... Uh, ja, anders mee omgegaan. Anders mee omgegaan. Ja, maar bedoel je dan echt een stukje Sparta of gewoon... Nou, algemeen. Uh, algemeen, want... want uh, ik kan me ook herinneren, ook een andere periode, uh, twintig. Uh. Dan komt de jonge Marco Anatovic. Uh. Um, maar Ro jij bent Romano Denneboom. En ik heb, je ziet er niet alleen uit als een boom. Weet je maar. <laughs> 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 nee, maar, maar ik heb altijd tegen jou opgekeken en we, we hebben. Nooit. Uh... Heb ik nooit meegerekend van dit. Nee? nee? Romano, dat heb ik je ook altijd verteld. Ja? <laughs> hij wil het gewoon even nog een keer horen. Nee, ja, 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 waarschijnlijk. Nou, dat, dat vertel ik heel graag. Nee, nee, nee. Ik speelde bij FC Utrecht. Um, skinny, weet je. Um, en dan moet je in één keer tegen Romano Denneboom Nou, Denneboom is gewoon een grote naam in de eredivisie toen mm. al. Mm. Um, snel, sterk. Vooral sterk. Um, maar dan komt er een jongen als Marco Anatovic. Uh. En dan, in plaats van dat ik jou zie opstaan en groeien en gaan vechten. Uh. heb je zoiets van: ja, ik vind het wel oké, okay, man. En het, het doet je pijn van binnen, maar dat is wel de uitstraling die je, die je hebt. Terwijl jij verdomme Romano Dennebroek ja, bent. Tuurlijk, Etta, maar. Uh, Edson. <laughs> ja, ja. <laughs> Ze kennen me mag ja. Dat ja, dat was, dat ook <laughs> Nee, nee, maar. maar uh, dat klopt, tuurlijk ken ik die, die periode, weet ik ook. Uh, uh, er was een trainerswissel. Uh, ja. onder Steve McClaren. In het begin speelde ik. Die man had al vrij snel uh, aan mij aangegeven van. Uh, je mag blijven, maar je had toch. Roeies, Parker. Toen de tijd, weet je wel. Dat, ja, toen was ik al weg. Oké. Okay, Toen okay. was ik al weg. Ja, dus maar Marco was, was een groot talent en tuurlijk weet je van, uh, um, uh, ga je wel vechten, weet je. Maar als, als hij heel snel door laat schemeren, oké, okay, dat is mijn nummer één, weet je Ja, en als je op de training in één keer rechts staat, weet je wel. Um, en je mag weg, je hoeft niet weg, dat zijn, zijn woorden, weet ja. je wel. Dus, dus en ik moet heel eerlijk zeggen, Marco was echt goed, weet je. Marco was echt goed uh, en hij deed het ook echt goed, weet je. De, dus um, ja, daar, daar kan ik niet zoveel over zeggen. Alleen, uh, ja, ik, 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 ik heb me er wel heel snel inderdaad wel bij, bij neergelegd. Omdat, ja. omdat ik toch zoiets had van ja. Nee, maar deze man gaat mij gaat, gaat mij meer laten spelen. Kijk, en dat is nou precies, um, denk ik, waar, waar veel spelers tegenaan lopen. Veel mensen tegenaan lopen. Hè? Als het een beetje, nogmaals, als hm. het een beetje lastig wordt, lastig wordt, moeilijk hm. wordt. Weet je, oeh, ja, ik, uh, ik ben toch geen nummer één. Of, of hè. Um, oh ja, kijken naar de persoon, kijken naar de situatie. Mm. En ik heb het gevoel, ook vanuit mijn eigen ervaring, nam, als ik naar mezelf kijk, dat ik dan vergeet naar mezelf te kijken, naar mijn eigen kwaliteiten te kijken, wie ik ben. Mm. Uh, nou goed, wat je zegt, ik, ik, ik heb ook een vervelende periode meegemaakt toen bij, uh, bij Hoffenheim. En dat ik zonder nog steeds, ik heb, ik heb geen uitleg gekregen waarom ik buiten de selectie daar ben gezet. Ja. En je kent me, ik ben altijd iemand die uh, uh, altijd hard werkt, uh, alles geeft op training. Vooral op training um, en dan hopen dat het uit de, in de wedstrijd uitkomt. Maar bij Hoffenheim was dat toen mijn laatste jaar, buiten de selectie gezet, met een groep van zeven, acht ja. spelers. Ja, bekijk het maar, ga maar trainen. En toen had ik ook nog zoiets van, ik mag mij niet laten kennen, ja. ik mag, als het moment Komt, moet ik klaar zijn daarvoor. Mm. Dus dat was mijn focus. Um, en bij jou is dat dan de andere kant, dat je zoiets zegt van ja, yeah. terwijl jij Romano Ja, yeah. yeah. Snap yeah. je? Kom, yeah. man, een grote speler met heel veel kwaliteiten. <laughs> Vind je een strijd dan yeah. Aan? Yeah. Vind je dat je, dat je zeg maar, hoe hij dit zo zegt. Dat ja, hij je... maakt het wel uh, groter dan dat. Ja? ja dat nou, vind ik wel. Hij was niet zo groot. Oké, okay, nou dat is goed <laughs> nee, nee, nee Maar zie je wat je... hij niet doet? Nee, maar vind je dat je, nadat hij dat zegt, dat je, dat je alles uit je carrière nee, hebt nee, gehaald? Nee, zeker niet. Erik ten Hag heeft hmm. ooit wel eens gezegd, het, 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 ligt niet, het ligt aan hem, niet aan het talent. Nee, maar dat klopt ook. Uh, ja, ik vond het heel moeilijk ook om mezelf pijn te doen. Weet je wel, want dat zeg ik mm. van, uh, op een vrije dag had ik op ook, dat dag had je het net over. Ja, gedaan. bijvoorbeeld, of, of, uh, daar ga ik helemaal terug en kijk in Heerenveen uh, woonde ik vijf minuten bij het stadion vandaan. Uh, ik, ik had ingang tot Krachthonk of uh, weet je wel, ik kon overal naartoe. Ik deed het niet, nooit op voeding geleerd en uh, dus, dus ja, ik, uh, tuurlijk ligt het zeker ook uh, aan mezelf, weet je wel, van mm. ik, ik, heb, ik heb er niet alles, uh, alles aan gedaan. Mm. Zeker niet. Weet je wel, en, en uh, achteraf is het wel, wel jammer, zeker als je dan uiteindelijk stopt en uh, hoe, hoe, hoe moeilijk het is zeg maar om um, uh, de volgende stappen zeg maar in het normale leven te gaan maken. Dan denk ik oké, okay, ik, ik, ik had echt alle kansen um, ja, om een bepaalde rust te creëren zeg maar. Over welke rust hebben we het nu? Ja, uh, financiële rust. Oké. Okay. Ja. Weet je, en, en uh, kijk nu om zo'n voetbal, te met, met rebellen ook, je wordt ingehuurd door, door clubs. Je ziet zoveel voetbalclubs, oh okay, ja, dan moet ik daar, hier ook een mooie voetbalclub. Ja. En dan ga ik, dan zit ik in die auto terug en denk hé. Hey, ze zijn allemaal, niet allemaal, maar heel veel van die ventjes zouden eigenlijk betaald voetbal willen halen. En dan ga ik denken, hé, hey, toch wel geflikt, weet je wel. Van, ja. Uh, ja, precies. jammer zeg maar dat je dan uh, er zo mee om bent gegaan. En uh, ik, ik kijk ook echt, echt vaak ook echt naar mezelf. Mm -hmm. En ik had mezelf ook moeten, moeten beschermen, zeg maar, met bepaalde mensen ook omheen. Me ook. Dus het is echt wel een combinatie van. Het is niet dat ik ga lopen wijzen. Ik kijk altijd ook eerst naar mezelf. Mm -hmm. Dus ja, ik heb er niet, niet uh, alles voor gedaan. Alleen, uh, op dat moment, ja, het is gewoon zo. Je voetbalt en... Uh, maar niet weten... Uh, ja, eigenlijk weet je het wel. Alleen, je leeft niet zo van... Je nee. Er komt ook een periode dat je stopt. En wanneer, weet je niet. Ik ben gelukkig nog nooit geblesseerd geweest. Maar weet je niet... Uh, ja, het gaat heel snel voorbij, man. Het gaat heel snel voorbij. Want, want aan, het einde, aan het einde van je carrière probeer je het nog bij uh, op het vijfde niveau van, van, van Lutentown. Je had het net. Uh, ja. ja, toch? Ja, ik, ik, op een gegeven moment zat ik thuis en mm -hmm. uh, ik was gewoon niet fit. Weet je, mm -hmm. want uh, daar gaan we weer. Weet je, van uh, ik ben niet iemand die voor mezelf dan een schema gaat maken en rennen, mm -hmm. uh, slapen. Nee, man. Dus dus en dan word je weer gebeld door die je kan je daar naartoe komen en uh, is ja zonde man even serieus ja er, je, ja dat is Redenis, het ook. elftal en dan en dan ja, ga, ja. De, ga je er zo mee om en dan. Dat, dat is wat ik zeg weet ja. je van dan ga je trainen en dan zei ik van zo, um, ja goede voetballer man, maar niet fit en uh, nou, er zijn ook wat clubs geweest uh, die me wel wilden hebben, hebben dat ik zelf gewoon niet, niet wilde en, hmm. en ook gewoon het financiële plaatje dat, dat ik het niet kon doen hmm, hmm. Uh, ja dus. dus, dus ja, weet je, eigenlijk soms wist ik al tegen Btw van ja, wat, wat ga ik dat doen? Um, je hebt het net over uh, een bepaalde rust gehad, financiële mm. rust. Um, om die te creëren, heb je dat gecreëerd voor jezelf? Uh, nee, heb ik niet gecreëerd. Uh, en dat is wat ik zeg, weet je, van uh, ja, kijk, ik was 17, een groot talent, Heerenveen. en uh, ik, ik had best wel een hele andere, goede tijd ook, weet je, mm -hmm. wel. dus ik heb best wel wat leuke contracten ook uh, gehad. Uh -huh. uh, maar ik, ja, weet je, ik vond heel veel dingen mooi man, weet je, dus. Wat <laughs> uh, dus dat mooi dan? Da uh, auto's, uh, kleren, telefoons, uh, mensen helpen. Weet je, ze wisten van ja, ik moet Romano bellen, hij fixt het wel. ook yeah. vond ik ook leuk om te doen man, weet je wel. Uh, als, ik, als ik in die gelegenheid ben om jou te kunnen helpen, help ik je. Weet je dus. dus uh, maar het gaat op een gegeven moment ook wel, wel hard, weet je wel. Kijk, en, Waar uh, uh, de Volkswagen bijvoorbeeld en uh, de Bayer was een hele grote sponsor, BMW. Mm -hmm. uh, ik had uh, om de drie maanden. <laughs> had ik weer een andere. Weet je wel, maar dan Lies of uh, dan weer dat. En ja, uh, huisdieren. Ik, ik, weet je, ik, ik, ik had honden, ik had alles. Weet je maar ook, ook om een bepaalde uh, leegte op te vullen. Mm. En wat is dan die leegte? Nou, liefde en geluk zoeken. Ja, man. Oh, je. je, je, je Liefde vanuit buitenaf, want je had het net over vrouw, kinderen die je al drie keer hebt benoemd. Ja. Had je toen al je vrouw je Nee, nee, toen, toen, toen heen. was het een hele andere setting eigenlijk. <laughs> ik, 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 was eerst alleen en, ja. en uh, toen uiteindelijk kreeg ik wel een relatie daar. Uh, maar goed, uh, diegene waar ik toen mee was, uh, die kende al wat selectiespelen, spelen, zo moet Thomas zeggen. <laughs> ja, ja. <laughs> Ja, en, uh, en dat had ik eigenlijk ook zo moeten houden, maar ik ging weer stapje verder. Dus, uh, Kappen en meer iets er is? Ja, man. Ja, dus. Uh, maar goed, het, het ging gewoon zo. Um, ja. Hij werd trainer van het team. <laughs> ja. 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 Oké. Okay. Ja, dus. dus, dus um, dat, dat creëerde niet een uh, bepaalde rust ook daar, man. Weet je, en dat is. Uh, ja, dat was gewoon zo. Ja. Uh, maar heel, heel, veel, heel veel onrust, zeg maar, uh, um, richting wedstrijddagen. Gewoon, er was geen rust. Het was geen rust. Over dat stukje liefde, man. Ja, uh, ja. Wat je, wat je, waar je op zoek naar bent en je hebt familie, toch? Dus, dus was je familie, vrienden? Want je bent op een jonge leeftijd vanuit Rotterdam naar Heerenveen gegaan. En dat, dat wil ik ook eventjes ja. naar voren halen van, hoe oud was je? Vijftien. Maar heb je het nu over op, sorry, op zoek naar liefde tijdens je periode of ook daarna, dat stukje daarna? Altijd. Oké. Okay. Altijd. Altijd. Okay. Ja, dus op een gegeven moment uh, um, ja, krijg, je, krijg je de bekendheid en ja. uh, toen wilde iedereen wel wat van je en uh, iedereen wilde wel uh, bij wijze van spreken uh, nog je logeren. Weet je wel, maar ja, is dat oprecht? Weet je wel, dus, dus het, 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 ja, waar gaat het dan? Gaat het om mij of gewoon het stukje. Uh, uh, voetbal, ze kregen alles van me uh, omdat ik zo'n persoon ben. Ja. Ze kregen alles, uh, pak maar doe, maar, uh, maar het was nooit, was nooit oprecht. Joh. Weet je, dus dus. Uh... Herken je dat, Jenny? Um, de leegte, bepaalde liefde, bepaalde. Je krijgt ja. genoeg aandacht. Je krijgt, wij krijgen genoeg aandacht yeah. hè? In, 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 in de voetbalwereld, in de carrière en alles wat, wat in het wereldje hoort. Uh, maar herken je dat, zeg maar, dat stukje van de leegte, de liefde, ergens? Nou, niet, niet, dat niet zozeer, want ik was altijd, uh, ik moet eerlijk zeggen dat uh, de mensen om me heen ja. dat is altijd een, een kleine, kleine kring geweest. Bewust? Uh, bewust, bewust, uh, ja. omdat ik al heel snel zag, natuurlijk, ik, ik heb fouten gemaakt, ik heb bepaalde mensen dichtbij me gelaten die uh, geld kwam lenen, nooit meer teruggaven, of uh, die zeiden: gaan, uh, kon gaan uit de dag voor de wedstrijd, dat soort dingen. Zo. Maar daar kwam ik best wel, best wel snel achter. Mm -hmm. <coughs> um, ik had natuurlijk, um, ik had mijn moeder, mijn pa, die echt gewoon, mijn oma, en dat was echt gewoon, dat waren mijn nee, close kring. Ja, 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 nee. kring, weet je wel. Um, maar ik begrijp wel wat jij zegt Heerenveen, ik bedoel ik ging ook op 19-jarige leeftijd naar Heerenveen mm -hmm. en dan ga je uit huis en je bent opeens, eigenlijk is Heerenveen als je 19 jaar bent, ben je... je bent in het buitenland, buitenland. in principe. Ja. <laughs> of niet? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Ja. En alles wordt wel fantastisch geregeld, want Heerenveen is echt de perfecte club ja, om zeker. als jonge speler daar te zijn. Die, die... Ja. Om, om dan die, die, die next step te nemen. Um, alleen je bent wel op jezelf aangewezen. Mm. En wat jij zei, iedereen die wil even een nachtje langskomen, uh, naar de wedstrijd komen kijken, uh, kan Het ik heel, je heel klein lenen? Het Is Heel ja, klein eigenlijk. Precies. Ja. Um, en dus ik begrijp dat wel, dat je, je bent ver weg, je wilt mensen om je heen. Dus dan ga je, ja, soms ga je gewoon, ja, dan, dan ga je de verkeerde dingen doen. Ik begrijp dat wel, vooral wow. daar in, in Herenveen. Jawel, maar, maar zeg maar uh, waar je daar eigenlijk echt voor bent. Ja. Uh, dan zou je die dingen eigenlijk uh, mo moeten laten. Klopt. Maar ja, ja goed. Uh, maar hoe moeilijk is dat als 17-jarige ja, uh, ja, ja, jongen? Als, als je net uh, je debuut hebt gemaakt. Uh, je bent bij het eerste. Ja. Je, toch, je bent op jezelf, je bent de man. Is moeilijk. Nou goed, kijk dan. Guys, hè. En, en dit is ook iets. Als we het nu daarover hebben. Uh, en terugkijken. Als ik na, na naar mijn eigen carrière mm. terugkijk. Is dit nou echt ook iets wat ik gemist heb? Wat je zegt. Ik heb ook altijd de kring gehad. Mijn ouders, mijn broertje, mm. mijn zusje. Ook toen ik in Enschede Ik heb dan op jonge leeftijd. had ik mijn vrouw, kind. Maar er komt zoveel op je af. En, en, en ook voor, voor mijn ouders was het ook gewoon heel veel. Ja. Weet je? En die, die zijn ook niet bekend met dat wereldje. Dus die komen ook in een wereldje dat ze denken: van ja, oké. Okay. Nou, mijn zoon. He? Beschermen zo, zover ze kunnen. Maar er is toch nog een andere kant wat, wat speelt, waar de begeleiding dus wel mist. Mm. Snap je? En op zulke momenten uh, dat stukje bewustzijn creëren bij de spelers, één waar ze mee bezig zijn. Mm -hmm. um, en wat allemaal op hun af kan komen. En dat is, dat is wel. Ja, goed. maar ik ben, ik ben wel benieuwd zeg maar, want, want jouw ja, ouders uh, speelden in Emmen of waar, ze waren er altijd. Dus, dus, dus wat bedoel je dan precies? Want uh, jouw vader, zeg ja. maar, die had die wel kort op weet ja. je, van uh, ja, ook wel op mensen bij weg te houden. Ja. Dus dat stukje is toch wel gelukt dan? Um. Ja, ik weet nog dat wij, wij hadden een wedstrijd in Kroatië of zo, als ja. jonge Ja. en de enige twee ouders die daar waren, maar jouw pa en mijn pa. Ja. De <laughs> ja. enige ja. twee ouders. Ja. Dus wat dat betreft gingen ze wel ja, ze gingen standaard. Altijd ja, dat, dat vond ik ook wel mooi. Weet je wel, uh, dat is eigenlijk wat, wat ik altijd uh, miste. Hoe vaak ja. zag je iemand bij mij? Bijna niet. Weet je wel, van de ouders waren standaard. Ik ging altijd even naar de wedstrijd gedag zeggen. Ja. Heb je dat je, gemist? Ja, maar tuurlijk. tuurlijk. Ja, maar. Kijk, en dan, en dan ga, ik, ga ik toch? Jij bent op 15-jarige leeftijd. Hoe, hoe oud was toen je contract tekende? 16. 16. Koelkastcontract. Koelkastcontract. Ja. Hoe oud was je toen je debuteerde? 17. 17. Uh -huh. Jij ook, hè? Jonge 17, leeftijd. 17. Toch? En dan krijg je in één keer. Nou, je wordt 18. Je hebt koelkastcontract. Uh, koelkastcontract is hè, dat het uh, voor je gespaard uh -huh. wordt. En dan word je 18. Heb je in één keer heel veel geld. Heel veel geld. En wat je zegt. Uh, die mensen komen om je heen en en je probeert daarin je weg te vinden van ja, wie kan ik wel vertrouwen? Wie kan ik niet vertrouwen? Um, maar er komt in één keer zoveel op je af, mijn ouders inderdaad, in Nederland waren ze er altijd, mm. was, ze vonden het leuk, hè, ook als support en uh, ja, daar ben ik ze eeuwig dankbaar voor, want uh, ik had het laatst nog met mijn vader erover, uh, in Enschede of welke wedstrijd dan ook, ik kom het veld oplopen en het eerste wat ik doe is mijn ouders opzoeken ja, op of mijn familie opzoeken dus ja, en vergroeten natuurlijk. Ja, ik zie ik ben, jullie, ja, weet je. je, en dat hoor ik nu dan van mijn vader. Uh, het was koud, hè? ook in de winter. Maar hij had het nooit koud, omdat hij vol zenuwen zat daar. Ja, <laughs> ja, ja, ja. Maar, laat het maar goed gaan. Mm. Dus, um, maar dan ondanks dat, dan ga ik naar het buitenland. Hier in Nederland verdien ik al heel veel geld. Heel veel geld. En dan ga ik naar het buitenland nog meer geld verdienen. Uh, speel ik bij een van de grootste clubs ja. in de wereld. Gigantisch veel aandacht. Ja. En dan heb ik die gesprekken met mijn vader en mijn moeder en mijn broertje. Maar toch is er iets wat, waarbij ik, oeh, ik vind het eng. Ik, ik, I don't know. Ik krijg niet datgene wat ik nodig heb, zeg maar. Weet je? En wat datgene dan is, is wat Gianni en ik een beetje proberen te doen nu: uh, de vaalkuilen aangeven, maar ook aangeven van hoe zou je er wel mee om kunnen gaan. Het is moeilijk, toch? Is lastig. Ja, zeker, zeker. Ja, het is maar... lastig. Je moet proberen om je, je, je mensen ja, die er echt voor je zijn. Om... Ja, maar, maar kijk, dat snap ik. als ik nu jou hoor praten, ben jij op zoek geweest iets wat, wat een leegte creëerde in mm -hmm. jou, toch? Maar wat ga ja, die je doen? Opvullen. Opvullen. Ja. Je wilt het opvullen. Maar wat ga je doen? Je gaat het opvullen met dingen buiten je om. Ja, alles wat je nodig hebt ja. om die leegte mm -hmm. op te vullen. Zit al in jou ja de, de liefde zeg maar die, die je hebt ja ja tuurlijk tuurlijk maar ja. je hebt toch wel je hebt ook mensen om je heen nodig ja, tuurlijk, maar maar als die maar, mensen er niet zijn wat die ja, net ja zei, maar dan precies is dat wat, wel. wat jij zegt weet je van auto's waren er altijd uh, thuiswedstrijd uh, dat had ik afspraak met mijn vrouw weet je als ze kwam was even echt niks met voetbal echt nul no. uh, als, als je komt voordat ik naar binnen ga wat naarwarming heb, wil ik even deze en dat weet je ook, ik kan voetballen. Maar misschien misschien uh, file, misschien, snap je? Dus dat is afspraak, even als ik naar binnen ga moet ik Precies, weet je? Yeah. Oké, okay, is goed zo. Yeah. Uh, maar voor, voor de rest eigenlijk, uh, ja, mijn broer kwam wel. Voor de rest niet echt, man. Wat ze wat nu zegt is zo herkenbaar. Want ik had altijd, zelfs uh, in Nederland, maar ook in het buitenland, als mm. ik wist dat ze zouden komen en ik zag ze niet ja. voor, me, <laughs> voor mijn warming ja. up, dan ik werd zo, onrustig, onrustig. zo. Ja, onrustig. Je speelt niet ja. lekker. Je hebt een gevoel ja, van. Uh, waar ja, zijn dat ze? Gaan alles is goed, goed gereagd. Ja, 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 ja. Ja, ja, precies, precies. Is er iets gebeurd? Is er een ongeluk gebeurd? Ja, en dan, man. zeg maar, het gevoel net voordat je uh, ja. voordat je het zo op en je ziet ze. En je doet zo. En dan is er een soort van opluchting van. Okay, Oké, okay, ik zit nu, realist. Nu kan ik me gaan concentreren ja, ja. Precies, precies. op de wedstrijd. Maar luister. Luister, luister. Het even fast forward, even fast forward naar. Uh, uh, na je carrière, want ik ja. weet we kunnen hier nog ja. uren over doorpraten. Fast forward na je carrière. Uh -huh. Neem ons mee naar wat er is gebeurd het moment dat je stopte. Um, je had het net al over, uh, over verkeerde mensen om je heen. Je ja. was te vrijgevig tijdens je carrière. Ja. Hoe, is dat, hoe is dat te gaan? Uh, hoe lang hebben <laughs> nee. we nog? We hebben nog even man, we hebben tijd. Nou ja, ja. goed, uh, nou, ik zei ik ben redelijk vroeg gestopt. Ja, um, daar, en ik had wel, wel bepaalde ruimte, zeg maar, dat ik niet de volgende dag gelijk uh, een uh, job nodig had. Mm -hmm. uh, dus ja, ik, ik vond voetbal leuk, dus ik ben wel amateurvoetbal gelijk redelijk snel gaan gaan, uh, gaan spelen. Uh, dat was het DAC, uh, Ricky van den Berg, uh, uh, Jordi Brouwer, dat zijn jongens, zeg maar, ook uitbetaalde ja, voetbal. Ja, ja, ja. En we hadden een superleuk leuk team. Weet je wel? En uh, nou, dat was in de avonduren en het weekend uh, voetballen. Dus ik krijg best wel nog wat, uh, wat betaald. Alleen overdag had ja, ik echt niks, niks te doen, man. Weet je wel? Van, uh, op een gegeven moment kende ik gewoon die, die, die postbode. Weet je wel? Zet al die pakketten van die buren maar hier neer. Die komen om half zeven. Ik was dan net thuis. Mm -hmm. Snap je? Dus, maar op een gegeven moment, ja, je wil ook weer iets gaan doen. Want jij ja, wil ook zeg maar, ook richting de kids ook een voorbeeld zijn. Weet je wel? Naar nou, een van de jongens uh, uit het team. En je zat, zat bij Coolblue, weet je, aansturen en ik zeg, hé, hey, je kan niet voor mij wat fixen, laat mij gaan bezorgen. Heb ik gedaan, weet je, en dat, ja, dat vond ik best wel tof man, eigenlijk, weet je, van, uh, ja, gewoon gaan, gaan bezorgen, weet je mensen blij maken, ook met hun product, wat ze besteld hebben. Maar dat was, was loodzwaar, weet je gewoon echt fysiek werk, was ik totaal niet gewend. Heb ik een tijdje gedaan, uh, maar op een gegeven moment uh, zeg nee man, dit, dit, is het, dit is het niet, weet je, met koelkasten en uh, ik, ik ben niet te beroerd om te werken, maar dat, dat was het niet. Weet je, oké, okay, je weer thuis zitten. Uh, maar je wil toch verder. Nou, vrienden van mij uh, die deden voedingssupplementen. Zag een bepaalde lifestyle, wat ik toch ook gewend was. Zeggen: moet je doen. Uh, nou, heel veel geld geïnvesteerd. Had ik mijn garage vol staan met voedingssupplementen, maar ik had er niks mee. Mm -hmm. Parties gaan geven, weet je, niks mee gedaan. Uh, en, zo, en zo zijn er nog wel wat meer dingen. Dus uh, investeren in dit, investeren in dat, waardoor, waardoor je eigenlijk alleen maar geld uh, verliest. Mm -hmm. um, nou ja, goed. Ik, ik heb uh, via een andere bekende van mij heb ik in, in België heb ik keukens uh, uh, verkocht. Uh, Zaakbenemerschap heb ik ook een paar keer ook geprobeerd. Ja. Uh, maar maar, maar um, zeg maar, je hebt al deze jobs heb je gehad. Mm -hmm. Was dat puur? Want je gaf net aan je trainde in de avond, speelde mm -hmm. in het weekend. Dus was dat puur om zeg maar je tijd te vullen? Of was toen wel. het ook echt nodig? Uh, toen wel. Toen was het wel echt gewoon omdat ik gewoon, ja, ik wilde gewoon verder, weet je wel. Yeah. Uh, dus toen, toen had, ik die, had ik die ruimte wel. Uh, nou ja, goed, en een paar jaar geleden uh, begon als zaakwaarnemer samen uh, met nog iemand. En dat uh, hele corona gebeuren, weet, kon het kon niet op pad, je kon niet scouten, ik kon helemaal niks. En uh, nou, op een gegeven moment moest ik een job aannemen die wel echt uh, noodzaak was, weet je wel. Om, om echt mijn dingen te kunnen betalen. Nou, geen papieren, niks. Oké, okay, wat ga je dan doen? Nou, uh, ik, ik ben geen kantoorman, weet je, dus, dus ik, moet, ik, moet, ik, moet met mensen, ik moet met mensen zijn. Ik, ik hou van mensen. Mm -hmm. uh, nou, toen ging ik uh, googlen, Albert Heijn. Nou, dus heb ik een jaar lang, heb ik, uh, en, en dat moest ook echt, uh, heb ik boodschappen bezorgd in, uh, in Middelburg. Uh, dat vond ik heel moeilijk, weet je wel, omdat. Uh, ja, ik had toch wel een beetje toch een soort van uh, gezichtsverlies, weet je, uh, in, de, in de regen, bij mensen, uh, moesten flesjes gaan tellen, die halen vol zaten nog met bier en weet je wel, dat. En uh, ja, dat, vond, dat vond, ik wel, vond ik wel heel moeilijk. Uh, ja, totdat mijn dochter zeg maar een uh, bericht stuurde van, uh, hey, pap, ik ben trots op je, weet je, dat je zo goed voor ons zorgt. Uh, toen uh, brak ik wel, man, weet je, ik denk van ja man, dit, uh, ik moet dit gewoon doen, weet je, voor mijn gezin. Nee, ja. uh, maar het is natuurlijk niet mijn, mijn droomjob, zeg maar. Nou, dus ik was wel bezig. Ik was nog bezig met het zaakbenemerschap. technisch directeur uh, belde mij. Ik zeg, kan ik je zo terugbellen, want ik zit in, in de meeting. Nee, ik moest boodschappen op tijd gaan bezorgen, maar ik kan moeilijk tegen iemand zeggen. Hey, uh, ik moet even die boodschappen uh, bezorgen. En dan uh, bel ik, weet je, dus, dus ook een soort van, uh, dat ging niet. Weet je ja. dat ging niet meer. Dus ik ben ook gestopt met dat zaakbenemerschap. En toen ben ik gewoon volle bak gewoon. Die, die boodschappen gaan bezorgen. Maar wel met de intentie van ik moet wat anders gaan doen, ik moet wat anders gaan doen. Um, ja, en <laughs> daar ben ik nu eigenlijk nog steeds. Ik, ik bezorg niet meer, weet je wel, maar ik zit nu wel weer in, in die fase van uh, ik, ik moet wat uh, gaan doen, zeg maar. Wat, 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 wat doet dat met je als mens, als zeg maar um, Romano Denneboom? Uh, uh, um, Weet je, jarenlang gevoetbald en nu opeens, wordt je nou, een herkend ook? Soms ja, zeker, 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 zeker. Nou, in Middelburg weet je van, uh, iedereen weet wel wie ja, ik ben ja, ja, ja. in Zeeland, zeg maar. Uh, nou, op een gegeven moment was er een klant en die zegt, hé, hey, die ging kijken waar die camera is en dacht dat ik meedeed aan de reclame. Wat ik ook snap, nee, weet joh. je, van ja, ja, wat ik, wat ik ook snap, want als je mijn cv ziet, verwacht je, hoef, hoef ik daar niet te zijn, zeg maar, snap je? Ja. Nou, ik ging, en ik ging helemaal uitleggen, weet je, van nee, dit is mijn job en, maar ik had ook vaak, hé, hey, Respect voor jou man, dat je dit, uh, dat, je, nee, dat gaat me ook wel weer, weer power. Maar het mm -hmm. allerbelangrijkste is dat, dat, dat uh, mijn gezin zeg maar, uh, trots op mij was, is yeah. uh, dat ik dat doe, dat ik dat deed. Weet je wel, Van uh, ik verdiende echt uh, heel weinig, mm -hmm. uh, uh, maar deed me nog meer zeg maar als ik mijn salaris zag dan toen ik voetbalde. Heel Zeker. veel geld, maar mm hé, -hmm. daar hey, ja, heb ik wel echt voor gestreden man. Ja. Dat, uh, dat deed me eigenlijk uh, deed me wel heel goed. Alleen um, ja, je, je wil, je, wil uh, uh, je kinderen je gezin meer kunnen geven, uh, maar je bent je voetbalstandaard gewend. weet je wel, Maar ik ben er wel achter gekomen. natuurlijk, ik zeg heel eerlijk, ik hou nog steeds van mooie auto's en uh, het goede leven. Maar ik ben er wel achter gekomen, uh, ook als ik mijn kinderen nu zo zie ja. uh, dat, dat, ze, dat ze blij zijn, zeg maar, als ik, als ik er gewoon ben. Ja, die kinderen, weet je van, uh, die, die zijn ook echt blij van, pap, goed dat je er weer, dat je, dat je er weer bent en uh, ook al mm. is het niet veel, maar we hebben elkaar. Ja, dan ben ik klaar, man. Dan, uh, ja, is wel <laughs> erg, is echt maar uh, ik heb wel de ambitie om, om natuurlijk wel weer ook stappen te gaan maken, maar ja, wat dan, zeg maar, snap je? En, mm. en dat, dat vind ik wel heel lastig. Wel zoeken, en daarom zei ik ook in het begin van, uh, ik zou het niet nog een keer doen, man, weet je, van, uh, het is noods gewoon school afmaken. Je woont hier, ik noem maar wat, je hebt 1000 euro en uh, that's it. En het, het is allemaal heel onrustig, zeg maar, naar je voetbal. En ja. ik gun iedereen het allerbeste. Soms kijk ik wel zo mee en denk, hé hey, zo. Hè? Deze man ook, joh. met alle respect, ESPN. Soms ben ik wel CV gaan kijken van die mensen, hoe kan, hoe kan deze guy daar? Ja. Weet je, en dat moet ik niet gaan doen, omdat ik niet zo'n persoon ben. Alleen je wil ook verder, zeg maar. Um, en, en het lijkt, misschien ligt het ook aan mij, maar ik kom altijd mensen tegen. Um, ja, die, die, die uh, andere intenties hebben. Ik heb een groot netwerk, weet je wel. En dat weten mensen ook. Ik ben heel open. En ik denk van, hé, hey, wacht, via Romaan. En dat is tot nu toe wel vaak zo geweest. Maar misschien ligt het ook aan mij dat ik daarin zelf moet veranderen, dat ik dat niet meer toelaat. Ja. Misschien ga dat ik vond... nou wel heel ver. Maar. Ja, nee, nee, nee. Ja. Dat, dat, ik denk het niet. Wat ik net al zei. Ik ja. hou wel van uh, vooral naar mezelf kijken waar ik beter in kan doen. Mm -hmm. Um, en, en waar jij dus. Uh, put yourself out there. Mm -hmm. Snap je? Um, jij bent nog steeds Romano Denneboom. Ja, oké, okay, maar wat, hey, wat zegt dat dan voor jou? Dat zeg je steeds, weet je, maar. ja, ik ben niet meer als. als uh, nou, dat ja. jij je eigen waarde gaat zien. En dat ja. je je eigen waarde gaat, gaat accepteren. Mm -hmm. um, wat is die waarde dan, volgens jou? Nou, um, bijvoorbeeld als je zegt van. <coughs> Uh, je komt ergens en het gaat niet. Hoe ga je daarmee om? Mm -hmm. Begrijp je bepaalde situaties die zich voorgedaan hebben in uh, je eerdere uh, projecten? Ja. Yeah. Waar is het allemaal misgegaan, zeg maar? Mm -hmm. waarom, waarom? ben jij nu hier? En dat je zegt van: oké, okay, waarom ben jij niet uh, op SP, uh, SPN, uh, ESPN. ESPN, ESPN? ESPN om jouw ervaring daar te delen die je hebt. Um. Want je kijkt dan en maak de vergelijking, dan vraag ik nu aan jou, waarom ben jij nu daar niet? Ja, waarom ben ik er niet? Nou ja, goed, ik, ik ken wel een bepaalde mensen ook in die kringen. Uh, ik heb het ook wel eens gevraagd, uh, teamvol of weet ik voor wat. Weet je, denk ik, oké, okay, teamvol. En dan zie je in één keer weer een nieuw gezicht. Weet je, maar dat, misschien is dat ook een bepaalde frustratie, geen idee. Ja. Alleen je gaat wel zo, zo kijken, zeg maar. Dus waarom ben ik daar niet? Ja, misschien is, is dit niet uh, mijn weg, man. Ik ben, ik, ik ben ook um, <laughs> <laughs> ja dat, dat, dat zou ook kunnen hè? ja, ja toch okay, weet je ik ben, ik ben ook best wel benieuwd naar, um, naar je vrouw in, in, in dit hele verhaal ja. omdat moet um, uh, ik bellen <laughs> nou, ja. ze mocht eigenlijk ook hier plaatsnemen. <laughs> ze mocht ook wel plaatsnemen ja. hier op de bank ja. maar ik ben best wel benieuwd in welke periode kwam zij uh, uh, zeg maar uh, in jouw leven ja. en hoe is ze met die Verandering, hoe is ze daarmee omgegaan, weet je wel? Want, want, ik bedoel, als zij tijdens haar carrière is ze tijdens haar carrière, ja. dan 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 je toch als vrouw heb je ook een bepaald soort leven dat je leidt en dan komt die omkeer, weet je wel? Van het, het, uh, het, het, het ja. weet je hoe is zij daarmee Hoe zou je daar als gezin mee omgaan? Ja, dat is wel, um, ja, leuke vraag eigenlijk. Ik uh, ben naar in Herenveen tegengekomen, mm -hmm. uh, dus eigenlijk wel redelijk uh, vroeg in mijn carrière. Na die teamplayer, dus. Uh, ja. Okay, nou, Mag ik het nog even zeggen, <laughs> ja daarna, ja. Uh, weet je wel, maar, maar de, de buitenkant was, was top. Weet je, ik had een Zweedse villa, ik had een uh, BMW 330, ik had, was allemaal chaos, weet je, van uh, zij woonde toen in Zeeland, ze kwam één keer in de week, kwam ze bij mij. Mm -hmm. Ik was trainer, zij was eigenlijk alleen maar rotzooi voor mij aan, aan het uh, uh, opruimen, weet je omdat het omdat gewoon, uh, het klopte niet. Dus zij was eigenlijk een soort van manager voor mij en um, dus zei, al vroeg, welke leeftijd was dat? Uh, ik was uh, uh, 19, 20. Oké. Okay. Ja, 20. En ja, toen was het, uh, wat jij ook zegt, van. Uh, niet echt, echt de manager die. echt. Kijk, ik was iemand die moest echt. Ik had, ik, eigenlijk 24-7 had ik iemand bij mij nodig om, om, uh, om mij te handelen, zeg maar. Mm -hmm. Snap je? Uh, dat was niet zo. Uh, nou, wat zeggen je, Zij zei, kwam best wel vroeg in mijn carrière. Uh, heel veel geholpen. Uh, ze heeft niks met voetbal, weet je. Dus echt, zij was eigenlijk de eerste echte persoon in mijn leven uh, die die, ja, ging om Romano zeg maar, snap je? Uh, dus zij is eigenlijk altijd met mij mee geweest, uh, waar we ook waren uh, en gesteund, mm -hmm. nog steeds. En uh, ja, ze is blij dat ik gestopt ben met voetbal. Ja, omdat dit is sowieso niet uh, haar wereld en, en uh, de mensen eromheen. Dat, dat, is niet, uh, dat is niet haar ding. En, en hoe is ze zeg maar met die ommekeer gegaan, dat eerst kon alle alles, en nu? Ja, ja ook, ook, ook wel lastig natuurlijk, want uh, ook zij, zij groeit daar wel in mee, weet mm -hmm. je, van uh, dat, uh, dat alles kon, zeg maar. Ze hoefde ook niet te werken. Mm -hmm. uh, maar het moment zeg maar dat het wel moest, is zij volle bak uh, gaan werken. En ja, daar hebben we wel respect voor. Ja. Uh, ja, dus we zijn wel, het is wel echt een team. Uh, ja nu nog steeds weet je van uh, dat is best wel een belangrijke factor in mijn leven weet je van ze pet mij elke keer weer op weet je van en zij zegt ook als ik het niet goed doe is zij de eerste die die, die zeggen een vriend van normaal doen ja weet je wel maar uh, ja we praten veel man dus dus uh, ja ik vind dat ze de, dat ze er wel heel goed uh, mee, mee omgaat eigenlijk ik vind het wel um, ik vind het echt een, een Ride or die, weet je wel. Er zijn heel veel mensen yeah. die, je zegt het net zelf, als het goed gaat, dan zijn ze in je leven. En als het mm. uh, misgaat, zijn ze heel snel weer weg. En het feit dat zij gewoon die hele ride gewoon is gebleven, dat is, vind ik, vind ik ja. echt heel mooi. Ja. Heeft ze daarin ook, je zegt net, ze is blij dat je, um, dat je bent gestopt. Um, heeft ze daar ook een, een verandering gezien in, in, in de mens? Romano. Ja, zeker weten, zeker weten. Kijk, uh, tijdens mijn carrière, weet je, van, uh, we hadden net heel veel aandacht. En, uh, uh, ja, waarschijnlijk ben ik ook, ook wel veranderd als, als persoon, zeg mm -hmm. maar. Uh, mijn houding en... Uh, ja, ze ziet nu echt, echt Romano weer. Mm -hmm. uh, nou, dat, dat vind ik ook wel fijn, zeg maar, weet je wel. Maar de we vraag ook van, wat, wat, hoe was ik dan? Toch wel redelijk veel met mezelf ook bezig. Ook wel wat binky aandacht. En als ik thuis ben, ben ik thuis. Ik was niet thuis zeg maar. Telefoon heel druk en met allemaal dingetjes bezig. En ik kom er echt steeds vaker achter zeg maar dat... Het is allemaal niet zo heel belangrijk. Maar het is wel de wereld waar je uitkomt. En ik, ik, ik vind het ook nog steeds wel gewoon leuk. Alleen het belangrijkste is wel gewoon wat ik thuis heb zitten, En of dat nou met drie met de miljoen is of, of met ietsje minder, uh, dat maakt niet zo, niet zo heel veel uit. Want het gaat erom zeg maar, dat je je team bij elkaar hebt. Mooi. Nice, nice. Ja, echt, echt mooi om te horen. Um, voordat we uh, zeg maar richting de afrondende fase gaan, zijn we al bijna vergeten, want hij heeft ook nog een item meegenomen. Ik heb een item meegenomen, ja man. <laughs> je hebt een item meegenomen. Ja, ik, nou, uh, je hebt in ieder geval iets meegenomen wat, wat, uh, wat voor jou waarde heeft. Ja, ik, uh, nou wat wil ik zeggen, ik heb uh, veel, veel uh, shirtjes op een gegeven moment uh, ben ik gaan, uh, gaan bewaren. En ja. dat, 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 dit is, ik heb echt veel, ik heb er ook iets voor jou trouwens. Ja, het is van heel veel waarde Ja, nee, nee de, deze is van... Wie? is zijn shirtje? Uh, ja, 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 die ja, heb nee, ook. Okay, oh. ja, ik ook. Maar hier zit, zit wel echt wel een uh, bijzonder verhaal aan, aan vast voor mij. Ja. Uh, dat is periode Heerenveen en we hebben het de hele tijd over liefde en uh, ja. periode Heerenveen. Het is een dus, uh, shirtje van, nou, daar kan het je gelijk laten zien. Marcus Albeck Ah ja, okay, uh, ja. spits. Voorkant uh, met, met handtekening. Ja. En Marcus Albeck ja daar gaan we dus, weet je, Heerenveen, eh, uh, die Scandinaviërs zijn ook echt familie en... Ja. Um, ik ging heel vaak bij hem eten. Ja. En uh, zijn vrouwtje altijd koken. Open haartje, wijntje. En ik denk hey, samen, dit, ik: Eh, Dit wil ik ook. Dit wil ik ook, man. Weet je wel. Dus, dus heel veel van geleerd. En hij was echt, echt een prof. Weet je, van hard werken. Uh, hij was ook spits. Ik was spits. Dus hij zegt: Romano, dit. En hij ging me echt helpen. Beetje, een beetje vaderfiguur. Ja. Ja. En uh, ik zal nooit vergeten, wij gingen toen met de groep we naar de stad. En hij was erbij. En op een gegeven moment zegt hij: Romano. Ik ga home en ik denk, ik voel het net gezellig, weet je wel? Ik denk, hey, wacht deze man is nu even leuk gehad en hij is weer thuis, weet ja. je wel? En uh, ik ging dus veel bij hem eten en toen heeft hij die transfer gemaakt uh, van de Herenveen naar Esten Villa ja. en dat was hier zo. Tussen, uh, tussen de het is een, WK. Was even kijken, Korea, uh, Japan volgens mij. 2002. Ja. En uh, hij belde me op en uh, in het hotel. Hij zegt: Mano, ik, uh, ik denk als ik uh, ga een transfer maken, man. Hij zegt: Ik weet dat je graag bij mij thuis was. Open haartje. Hij zegt: je uh, mijn huis kopen. Tuurlijk, hij wilde er ook vanaf. Weet je, het is, <lacht> <lacht> hij, wilde, hij wilde er ook vanaf. Is ook een uh, business? Ik <laughs> <laughs> ben niet helemaal <even> <laughs> Ik dacht stokt. het was, ik uh, no. ja. hey, ga ja. je missen, die, maar naar huis. Ja, maar, 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 maar uh, Bracht hij het ook zo, ik weet dat je op mijn huis ja, ja, ja Nee, 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 maar het is gewoon een goed gesprek, maar, maar. Ja, um, ja hij, hij, was, hij was wel echt een voorbeeld van mij, weet je ook hoe hij in het leven stond met family. En elke thuiswedstrijd zijn ouders kwamen vanuit Denemarken. Uh, ja, ja. En dat, dat hele hechten, weet je, dat vond ik zo mooi. Vanuit waar, waar Denemarken de zeg je? Sorry, ja, scherp zijn. De, ja, ik wil heel scherp zijn. Maar in ja, de straat ja. woonden ook Denen Daniel, Janus Ze woonden nee, nee, allemaal bij elkaar. Ja, ja. Heel scherp. Heel scherp. Ja. Um, dus um, ik zeg, nou ja, ja man, weet je van, ik, ik had een appartement en uh, het was echt een mooi, mooi huis. En uh, ik zeg, ja man, ik ga het kopen. Die man heeft echt een mooie prijs van gemaakt. Ik heb die woning gekocht, kreeg een sleutel. En toen lag deze op tafel, man. En ik zei: hey, Hé, die raakte mij, man. Dat was echt, uh, dit, dit is echt een van de ja, belangrijkste shirts. Dus, uh, en nee, ik spreek die man af en toe nog. Ja. Oh, nice. Ja, weet je, maar het is echt een mooi persoon, man. Ja. Dus dit, dit is een heel bijzonder shirt voor mij. Ja. Mooi, hey, man. Mano, ik hoor: ja. ik hoor je, bent, je, je bent een people's man. Je bent een, een mensen ja. je, je houdt van mensen. En mensen die jou ook. Um, Echt, kennen die, die houden ook gewoon echt oprecht van jou. Um, Volgens mij wel. <laughs> ja. Maar um, ik wilde je gewoon nog uh, persoonlijk mijn complimenten geven. Hoe jij met alle obstakels in jouw leven en met alle mooie dingen in jouw leven, het is niet alleen negatief, er is heel veel positiviteit. Um, je wordt binnenkort, uh, word je open? Twee kleinkinderen, ja. Twee kleinkinderen. Um, ik zie je al, als ja, opa. Ik ook. <laughs> ik ook. Ik ook. Ja, ja maar. <laughs> Je gaat ja. het fantastisch doen. Dus, um, maar in ieder geval, je, mijn complimentjes. Hoe, of complimenten? Complimenten. Okay. Hoe jij. Ja, uh, ja, ja. ja. zet je even gewoon. Uh, ja, uitstralen. nee, heel goed. Uh, complimenten. <laughs> ja. Hoe jij in het leven staat en hoe jij <laughs> bent als persoon. Uh, en ik ben dankbaar dat ik jou als vriend okay, mag benoemen. Ja. Ja, andersom ook. Weet je, van, uh, ja, we praten veel, weet je, van en, en, en ik vind het ook superleuk wat jullie, wat jullie samen opzetten met, met het team. Uh, en het is ook echt nodig, uh, weet je, van en, en uh, ja, ik, ik stel me kwetsbaar op en ja, ik vind dat het ook moet niet, weet je wel, maar de, weet je, mensen schuilen zich heel vaak ook achter bepaalde, bepaalde dingen. En, het leven is zo, weet je wel. Van, en het is niet altijd makkelijk, maar het is wat het is. Weet je wel, okay, ik ben voetballer geweest. En, en als ik iets moet doen wat iets minder leuk is voor mijn gezin, ja, dan doe ik dat. Weet je wel, dan hoef niet groot te doen. Weet je dus het is wat het is. Mm -hmm. En we um, ja, gewoon, gewoon uh, dicht bij jezelf blijven. Ja. En, en, en uh, ik zeg het wel heel makkelijk, weet je wel, maar. Ja, dit zit man. Een, uh, een laatste vraag eigenlijk als afsluiter altijd. En dat is um, als jij jezelf de. 18-jarige, 17 18-jarige, 19-jarige Romano advies zou kunnen geven. Met de kennis die je, die je nu hebt. is niet alleen voor Romano, maar ja, voor een ieder. Wat, ja. wat, wat, wat zou je dan, uh, wat ja. zou je dan zeggen? Praat gewoon, praat gewoon veel weet je, met, met de dingen waar, waar je mee zit. En uh, zorg dat je gewoon een, een hecht groepje om je heen uh, verzamelt. Uh, die er echt uh, voor, je, voor je is. En, en ja, praat. Veel praten en, en als je hulp ergens bij nodig hebt, uh, ja, gewoon vragen, man. Weet je, niet uh, dingen voor, je, voor jezelf houden. Ja, ja ik, ik vind dat een hele mooie afsluiting. Dat is ook ja. wat wij altijd zeggen en dat is um, eigenlijk de reden waarom we Building Bridges zijn gestart, weet je wel. Om bruggetjes ja. te bouwen, om mensen um, te laten zien dat ze niet alleen zijn door het praten, verhalen delen. En vooral met, met, uh, met gasten zoals jij, die natuurlijk al heel veel hebben meegemaakt en in hun carrière, in hun leven. En dat die dan uh, daarover durven te praten. Want dat is, dat is uh, fantastisch veel informatie die we mensen kunnen geven. En ja. Dus nogmaals, uh, dank daarvoor. Ja. Dank voor het delen. Dank voor de liefde, voor je kwetsbaarheid, wat je net ja, al zei. Ja. Want niet heel veel spelers die. Uh, Maken dit mee zoals jij uh, dit hebt meegemaakt. En uh, je staat er nog steeds met uh, super veel kracht, liefde, energie, passie en, en vertrouwen in de toekomst. Dus dat ja. is alleen maar, dat, dat ja. vind ik mooi om te zien. Maar. Nou ja, uh, bedankt voor je woorden. Kijk, en ik, uh, ik hoop zeg maar, dat, 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 uh, dat er velen gaan volgen uh, ja, om toch hun verhaal te delen. Weet je wel. Kijk, ja. Iedereen heeft uh, zijn eigen verhaal. Um, en iedereen gaat door, door, door bepaalde dingen heen. En uh, ja, door kwetsbaar en open te zijn, denk ik dat, uh, uh, dat je voor veel mensen ook wel een voorbeeld kan zijn. Of dat iedereen wat stukjes eruit pikt en uh, zo weer de volgende, de volgende persoon kan helpen. En dat, dat is wat ik graag wil, man. Nice. Mensen helpen. Ja. Hey, man. Uh, koffie, man. Ja. ja. <laughs> nee, man, bedankt dat je hier als de echte Romano Dennenboom wilde zitten. Ik ben wel dankbaar, man. Thanks, thanks, thanks. Thanks, thanks. Johnny. thanks broer. Yo. Echt, ik vond het echt uh, ja? een mooi verhaal. En ja, het verhaal is van krachtig.